Daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Ik wilde net met hem praten, maar toen was hij hier niet meer. Gespannen kopje bij voorzitter Jan Bakker. Voorafgaand aan zijn klassieker Overijssel's mooiste. Maar hij stopt. Hij maakte vanochtend bekend dat hij na 25 jaar de voorzittershamer overdraagt aan Michiel Vincent. En dus een speciale dag in Rijzen waar het voorstellen van de renners traditioneel plaatsvindt bij het parkgebouw. Hier met Gerry Hekman uit Kampen, de marathonschaatser. Rijdend in de ploeg met die andere topschaatser, Sven Kramer. De meervoudig Olympisch kampioen staat vaak aan de start als de grote favoriet, maar dat is in het wielerpeloton nog niet het geval. Hij wel, hij is de grote favoriet misschien wel van vandaag. Koen Vermeldvoort uit Schuine Sloot, leider in de topcompetitie en veelwinnaar. Maar deze klassieke, de Ronde van Overijssel, won hij nog nooit. Deze ontbreekt nog, dus vandaag maar eens proberen veranderingen te brengen, denk ik. Ben jij de grote favoriet? Nou, weet ik niet. Ik denk wel een van de favorieten. Het is in ieder geval hopelijk vrij veel wind en een mooie koersdag. Dus ik denk dat ik wel een van de favorieten ben, maar topfavoriet, dat zijn er meerdere. Zoals de winnaar van vorig jaar, de geboren Zwollenaar Jeff Vermeulen. Maar hij kende een inktzwarte voorbereiding met zijn ploeg. Deze week overleed namelijk ploeggenoot Gijs Verdik aan de gevolgen van een hartstilstand. 21 jaar slechts. We hebben een hele zware week achter de rug, dus hoe reëel is het om dan te zeggen van we zijn allemaal in de top van de kunnen. Veel verdriet gehad, alleen we voelen wel zoiets van we willen er wel wat moois van maken. Dus we zullen er alles aan doen om vandaag mooi af te sluiten. Dat mag gewoon niet gebeuren en het gebeurt toch. En ja, dat is iets wat denk ik bij iedere wielerliefhebber en iedere wielrenner pijn doet. Daarop de naam van Gijs Verdik. Gijs die dus overleden is. Wrang genoeg is het de tweede keer dat Joop Piels in korte tijd met de dood in aanraking komt. Ook rondom de Ster van Zwolle zat de ploeg in rouw. En toen wist Vermeulen toch te zorgen voor een glimlach. Door de andere Overijsselse klassieker te winnen. Ja, dat is gewoon heel zwaar. En ik hoop dat ik het vandaag over kan doen. En dat we weer met z'n allen dit mooie kunnen afsluiten. Natuurlijk zal het vandaag wel in gedachten van Gijs zijn, maar uiteindelijk is er gewoon ligt er een streep en is er een einde van de middag een winnaar. En dat wil ik graag zijn, dus daar ga ik gewoon voor. Ondanks het zware leed dus, gewoon koers voor Joop Piels. Dat is wat Gijs Verdik had gewild, zegt ook ploegleider Han Vanholt uit Haaksbergen. Hij zegt, Overijssel is mijn favoriete wedstrijd. Wat is er toch zo speciaal aan die koers? Het voornaamste wat ik mooi vind aan deze wedstrijd, dat het grootste gedeelte door mijn trainingsgebied komt. Hierdoor ken ik alle bultjes en bochten uit mijn hoofd. Verder staan er ook altijd familie en bekenden langs het parcours. Hetgeen het natuurlijk extra speciaal maakt. Zoals ik gisteren al gezegd heb, als we door de Holtenberg gaan rijden, de geest van Gijs dwaalt rond over de Holtenberg. En misschien kunnen we allemaal in de Holtenberg even aan hem denken. Gaat het pistool heffen en mag het startschot nu geven. En daarmee is de 64ste Ronde van Overijssel van start geschoten. En na de emotionele plechtigheden voorafgaand aan de 64ste editie van de Ronde van Overijssel, waar u dus ook de ouders zag van Gijs Verdik, is het eindelijk koers. Bijna 200 kilometer met start en finish in Rijssen. Als te doen gebruikelijk. De op twee na oudste wielerklassieker van Nederland. En hij kan lachen, Sven Kramer. Bungelt lekker achter in het peloton. Dat het moeilijk heeft in het begin, want er stond veel wind. De omstandigheden waren ideaal voor types als Koen Vermeldvoort. Straffe wind, zware koers. Zo heel af en toe een buitje. Maar in de beginfase dus nog stralend weer met hier een uitlooppoging. Het is een goede kopgroep. Met onder meer Jelle Wolsink uit Hengelo. Hij gaat het proberen in Bonenbroek. Dit jaar het dorp van de ronde. Maar heel erg druk is het niet in Bonenbroek, ondanks de kermis. Met dus die uitlooppoging van Wolsink. Die hier het huis passeert van Tom Stamsnijder.
actief in de Giro d'Italia. Waar de ploeg het dus uitstekend doet met Tom Dumoulin. Een paar dagen in het roos gereden. Vandaag moest hij helaas die trui afstaan. Over de Giro gesproken, de Ronde van Overijssel wil de start van de Giro overigens in 2021 naar Overijssel halen. Daartoe zijn de eerste plannen gemaakt. Maar de kandidatuur wordt pas later toegewezen. Inmiddels bij de kopgroep op de Tankenberg met Wolsink en zijn medevluchters Marco Doets en Oscar Riesebeek. En Riesebeek komt als eerste boven op de Tankenberg. Toch altijd een highlight in de Ronde van Overijssel. Hij pakt hier de premiesprint. Leuke openingsfase van de koers. Met name dus door die straffe wind. U ziet het hier ook. Prachtig shot. En de Belgen van 3M in de achtervolging. Zij hebben de slag gemist, maar komen ook niet echt dichterbij hoor, want het gaatje groeit tot 40 seconden. Er wordt goed samengewerkt in die kopgroep. En dit zijn twee pioniers die het proberen. Met 192 Wim Kleiman. Die het probeert met Dylan Newbury. En zij komen bij de kopgroep. Groepje van vijf dus. Die dus goed samenwerken in de openingsfase van deze fraaie editie van de Ronde van Overijssel. En de heren hebben toch wel een gaatje geslagen hoor, want hier pas het peloton. Dit jaar voor het eerst geen OWC uit Oldenzaal. En dus weinig regionale inbreng. Bij Overijssel's mooiste. Inmiddels weer bij de kopgroep. U ziet het, het heeft geregend, glad op de weg. En dus oppassen. Op de klinkers. En dat ondervinden ze ook achter in het peloton, want wat een slagveld. Grote valpartij, ook enige paniek op de koersradio. Met veel gewonden. Rennen van Babydump. En daar in de berm ook Koen Vermeldvoort, de grote favoriet. En hier Gerry Hekman uit Kampen. Dat ziet er niet goed uit. En daar zoekt Koen Vermeldvoort naar zijn fiets. De grote favoriet moet het veld al heel vroeg ruimen. Een hard gelach voor Tien de Rijken. Zo, hij had al zijn zinnen gezet op deze koers. Uiteindelijk moeten Hekman en Vermeldvoort naar het ziekenhuis. Hekman heeft een gebroken sleutelbeen. En Vermeldvoort gelukkig geen bordbreuken, maar wel een gekneusde elleboog. En dus moet de leider van de competitie en de grote favoriet van vandaag al heel vroeg de strijd staken. In deze roerige editie van de Ronde van Overijssel. Je ziet het ook hier, de hectiek in het peloton bij het binnenrijden van Daarleveen langs het kanaal. En daar kunnen zij van profiteren. De vijf man voorop. Ze werken nog altijd goed samen hier heuvel op de Leemleberg. Met Jelle Wolsink uit Hengelo dus achterin. Wat zou hij graag willen winnen voor zijn teammakker Gijs Verdik? Wat een verhaal zou dat zijn. Hij geeft in ieder geval kleur aan deze koers. Jelle Wolsink die vorig jaar van Metek de overstap maakte. Gevoelige transfer naar Joop Piels. En hier demareert hij, want hij wil die premiesprint winnen daar. En dat gaat hem lukken. Alles in de geest van Gijs Verdik. En hier ziet u ook dat Wolsink met overmacht wint. Het overige kwartet in de kopgroep kent de sentimenten en laat Wolsink de premie winnen.
sprongetje in de koers. Inmiddels op de Holteberg. Achter in het peloton. Ze maken steeds meer vaart en zien dat er veel mensen langs de kant van de weg staan. Mooi gezicht. De passage van het peloton. Met achterin dus De Rijken. Ja, welke kaarten moeten zij nu spelen? Nu Koen Vermeld voor dus de strijd heeft moeten staken. Als het peloton bijeen blijft en die vijf voorin weten in te rekenen, dan wordt het een makkie, zou je zeggen, voor Jeff Vermeulen. Inmiddels de kopgroep. Bij de zandwinning in Markelo. Nog altijd vooraan. Ruim 100 kilometer al in de benen. En dat ga je toch voelen op een gegeven moment. En hier wordt steeds beter samengewerkt in het peloton. En je ziet het al. De kopjes gaan een beetje hangen. De kracht vloeit weg. En schudden ze met het hoofd. Het peloton weer bij 1. Maar daarna meteen weer de uitlooppoging van onder meer twee mensen van De Rijken. Taco van den Hoorn en Jan-Willem van Schip. Ze pakken toch een voorsprong van 30 seconden in de straten van Rijssen. Gaat De Rijken het dan alsnog winnen? Het zou wat zijn. Zij met twee man voorin. Ook Joop Piels vertegenwoordigt in de kopgroep. In een hele hectische slotfase, want de marge is klein en dit is al de laatste ronde. En dan horen we speaker Harry Midians al roepen dat het peloton weer bijeen is. En dus toch een sprint in de straten van Rijssen. En daar gaan de handen al in de lucht, want het wordt een Litouwse overwinning in de 64e editie van de Ronde van Overijssel. Wat een klasseverschil. Winst dus naar Aidis Kriopis uit Litouwen van het Belgische Verandas. En voor het eerst is het hele podium buitenlands in de Ronde van Overijssel. Want de Belgen, Stallaert en Stevens worden 2 en 3. In een editie die werd ontsierd door de valpartij van Vermeldvoort en Hekman. En overschaduwd door de dood van Gijs Verdik. Maar de winst dus naar Litouwen. Yeah, it was really difficult. A lot of crosswind and a bit of rain. And it was a lot of different situations. And it was a lot, a pretty hectic race. And yeah. I'm really happy my team was there and they helped a lot for me and I'm happy I could deliver today. Ook bloemen voor Jelle Wolfsink uit Hengelo. Hij is de meest strijdlustigste renner in een hele beladen koers. En daar wil ik wel graag mijn best voor doen, in ieder geval voor Gijs. Om daar een mooie blosse bloem aan te geven aan zijn ouders. En dat is dan ook gelukt. Wolfsink gaf dus kleur aan de koers. Die werd gewonnen door de Litouwer Aidis Kriopis.